Hey, hallo allemaal. 24 juni vandaag. En ik moet beginnen met de vraag te stellen, heb je ze gezien de voorbije nacht? Want er waren lichtende nachtwolken te zien. Lichtende nachtwolken, wat zijn dat? Dat zijn hele hoge wolken die hangen op een hoogte van 50 tot 80 kilometer hoog. Helemaal anders dan de gewone wolken die we gewoon zijn. En die bestaan eigenlijk vooral uit stof van meteoren en ijskristalletjes. En rond deze periode van het jaar, de langste dagen van het jaar, kun je ze soms zien. Dat heeft te maken met het feit dat de zon achter de horizon zit, maar niet diep achter de horizon. En vandaar schijnt ze dikwijls nog op die wolken, als ze er al zijn en als ze te zien zijn, op die hele grote hoogte. En gisteravond was het prijs. Er waren er te zien. Helemaal op het eind van deze video heb ik nog een link naar een klein filmpje dat ik erover gemaakt heb. En misschien dat je ze de komende dagen ook nog wel kunt zien. Het zou best wel eens kunnen. Soms zijn ze jaren aan een stuk niet te zien. De laatste uitbraak die we hadden, die dateert eigenlijk van 21 juni 2019. Dat is een hele tijd geleden, 5 jaar geleden. Toen was er een hele grote uitbraak. En sindsdien hebben we ze eigenlijk weinig of niet gezien. Dus gisteravond was nog eens een kans om ze te pakken te krijgen. Als ze de komende dagen ook weer zouden te zien zijn, dan leg ik je daar zeker van in via sociale media. Tip, neem zeker een abonnement op mijn WhatsApp-lijst. Als het zover komt, stuur ik daar zeker een berichtje. Die lijst kan je vinden via mijn site. Ofwel ga je gaan zoeken op WhatsApp. Je zoekt onder Weer Geert Naastes. En je neemt de 5e groep, want de andere 4 die zitten helemaal vol. Maar dan over naar het weer van vandaag. Dat ziet er opnieuw heel erg goed uit. Gisteren kregen we al een eerste proevertje van een zomerse dag. Vandaag wordt dat een volle zomerse dag met temperaturen die landinwaarts naar 5, 26 graden kunnen oplopen. Aan de kust rond een graad of 23. Net als gisteren zie je dat er tijdelijk in de loop van de latere ochtend, eerste deel van de middag, landinwaarts wat stapelwolkjes kunnen opduiken, maar die verdwijnen dan later weer. Aan de kust is er wel een uitgesproken zeebries die daar de maxima dus wat koeler houdt, maar ook daar dus gemakkelijk die 22 graden. Vanavond koelt het dan langzaam weer af, die wind valt geleidelijk aan weg en de nacht wordt rustig, helder, met minima rond 13, 14 graden en er kan wat nevel opduiken tegen de ochtend. Morgen krijgen we nog zo'n mooie dag. We doen er een graad of 2 bij, we gaan zelfs naar 28 graden dan, met opnieuw heel veel zon en tijdelijk enkele stapelwolkjes, maar aan de kust telkens wel die uitgesproken zeebries. Ook woensdag schuiven we nog aan het zomerse buffet aan, met opnieuw hoge temperaturen, 28 graden, misschien tijdelijk wat meer wolken, zeker later in de middag, omdat er een storing dichterbij komt, maar die zou ons woensdag nog niet mogen beïnvloeden. Donderdag kan dat wel zo zijn, dan kunnen er eventueel een paar verspreide buien vallen, hoewel ik denk dat het een feestje voor de gebieden meer landinwaarts wordt. Ik twijfel eraan of onze regio wel met buien te maken krijgt. Ik geef het mee, maar op die langere termijn blijft er toch onzekerheid. Ik zuiver ook de pluim bij en dan zie je dat die temperaturen donderdag nog flirten met hoge waardes, maar toch al minder hoog zijn. Die donderdag is niet helemaal zeker. En ook de vrijdag zitten we dan met lagere temperaturen, net als het komend weekend, maar het blijft toch wel warm. Halen telkens maxima van vooraan de 20 graden, dus dat valt zeker nog mee. Met een grotere kans dat er eventueel eens een bui opduikt, maar meer dan een bui denk ik niet dat het gaat worden. En bovendien het weekend lijkt waarschijnlijk weer droog te gaan verlopen, omdat nieuwe uitlopers van het Azorenhoog tot bij ons zouden kunnen komen. Op langere termijn heeft het weinig zin grote uitspraken te doen. We zien wel wat er komt. Het is nog steeds zo dat de onvoorspelbaarheid vrij groot is op die lange termijn, doordat alles op de weerkaarten blijft schuiven. Maar goed, laat ons eerst maar eens genieten van die zomerse dagen. Dus daar zijn we al eventjes zoet mee. Verder nog die tip dus. Kijk vanavond eventueel nog eens als er hoge lichtende nachtwolken te zien zijn. Maar als het zover komt, stuur ik zeker een update via sociale media. En op het eind van deze video vind je nog die link naar die korte film die ik daar gisteravond laat over heb gemaakt. Zo, vast bedankt voor het kijken. En graag tot morgen en profiteer van de zomerse dag. Dag.